Jordi Buijs, gisteren tijdens de voorbeschouwing hadden wij het er nog over. Toen zei jij, ja, geen excuus, wij moeten deze wedstrijd tegen Cambuur gewoon winnen. Dat is gelukt, complimenten. Ja, dat is zeker gelukt. Door een door individuele klasse van Vaderweer, kan je het wel noemen. En uiteindelijk hebben we als collectief gewoon heel goed gedaan. We hebben wat mooie kansen gecreëerd. Laatst als ze er niet in gingen. Maar het elftal verdient echt een groot compliment vandaag. Toch was het geen gemakkelijke wedstrijd voor NAC. Ik had de indruk dat Cambuur niet kwam om eens een lekker potje te voetballen. Ja, goed, kijk, Cambuur heeft gewoon een aardige ploeg. Alleen ik denk dat ze op de toppen van de tenen hebben gelopen. En ik denk dat de koek nu gewoon een beetje op is. En thuis met name zijn wij gewoon, zijn we gewoon meesterlijk. Nogmaals, we hebben het gewoon heel goed gedaan vandaag. Maar NAC moest wel in de wedstrijd groeien, want in het begin ging het een beetje stroef nog. En later kwamen er inderdaad al tijdens de eerste helft wat kansen. Er zat toch een bepaalde druk op, denk ik. Want wij moeten gewoon winnen. Zoals ik gisteren al aangaf, er zijn geen excuses meer. En die wedstrijd moet je gewoon over de streep trekken. Ja, volgens mij stond er inderdaad best wel wat druk op deze wedstrijd. Hè? Als ik zo de sociale media ook volgde, NAC-supporters zeiden, ja, NAC moet winnen, moeten. Dat neem je toch met je mee, denk ik, als bagage in zo'n wedstrijd. Ja, maar ik denk dat je dat ook verplicht bent naar het publiek toe. Als je natuurlijk wel aansluiting wil houden de bovenste plekken, dan doe je toch goede zaken vandaag als je 3 punten haalt. En uiteindelijk hebben we dat gedaan. Het is nu 6 punten met Cambuur als het goed is. Dus het is een aardig gat. Door dit resultaat ga je dan met een lekker gevoel de winterstop in? Ja, zeker. Dit is toch wel even een moment waar je aan terugdenkt natuurlijk. En nu ga je lekker de kerst in, laat ik het zo zeggen. Want 22 punten, ja, op zich is dat helemaal niet verkeerd natuurlijk. Nee, we hebben gewoon meer punten dan vorig jaar. En dat hebben we gewoon goed gedaan. Nogmaals, met name thuis hebben we het gewoon heel goed gedaan. En uit moeten we nog iets meer punten gaan halen. In 2 seizoenen zelf, maar dat moet wel goed komen, denk ik. Ja, is dat hetgene waar jullie aan moeten gaan werken, ook in die winterstop, om ook inderdaad in die uitwedstrijden wat beter te presteren en punten te pakken? Ja, we gaan dadelijk weer naar Valencia. Dan gaan we weer een goede voorbereiding maken. Trainingskamp op een goede tweede seizoenshelft. Zoals je dat vorig jaar hebt gezien, hebben we gewoon een hele goede tweede seizoenshelft gedraaid. En hopelijk gaat dat dit seizoen, althans het nieuwe jaar, gaat dat weer gebeuren. Want tot slot, hoe kijk je nou terug op die eerste seizoenshelft? Nou, we hebben wel aardig gevoetbald, denk ik. In het begin wat stroef. Weinig punten behaald. Uiteindelijk toch de poppetjes op de juiste plekken gezet. En toen hadden we gewoon een hele goede reeks. Met name thuis. En die lijn hebben we uiteindelijk doorgetrokken. We hebben een ander strijdplan gepakt. En dat pakt heel goed uit. Vrolijk kerstfeest. Ja, hetzelfde aan iedereen. Ja. Dankjewel.